Hoe ziet de radio met 5-inch scherm en Bluetooth eruit op een nieuwe Opel Corsa? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Wiewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, van harte welkom, maar vergeet niet om abonnee te worden. Dat kan heel makkelijk via de knop op dit scherm en zo blijf je op de hoogte als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, de Opel Corsa is dus met verschillende navigatie- en radiosystemen. Standaard is dus een radio met een 5-inch scherm en Bluetooth. En dat is de radio die we in deze video gaan beantwoorden. Maar hij is ook leefbaar met het multimedia systeem. Met onder andere Apple CarPlay en Android Auto. Hij is ook met het 8-inch navigatiesysteem of met het 10-inch premium pakket navigatie. We hebben daar ook verschillende video's van gemaakt. Ook met uitleg over de Opel Corsa Elegance, GS-Line en Edition. Nou, die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Maar in deze video gaan we dus uitleg geven over het standaard radio met 5-inch scherm en Bluetooth. Kijken jullie mee? En zo ziet de radio met 5-inch scherm en Bluetooth eruit. Deze radio is dus standaard op de Corsa en op de Corsa Edition uitvoering. En dat zijn de specificaties in het jaar 2020. Nou, en hoe werkt het? Er zit een knop hier linksboven en daarmee kun je harder en zachter kun je daarmee mee ook instellen. Dat kan uiteraard ook nog via de stuurwielbediening. Hier een stuurwiel zit. Voor de rest is dit geen knop, dus hij kan inderdaad alleen maar harder en zachter kan hij hiermee. Linksonder, daar zit een langwerpig knopje. Daarmee kun je hem inderdaad uitzetten. En dan zie je ook meteen de tijd en de datum. Nou, en voor de rest is dit ook een touchscreen. Dus hij heeft een huisknopje, daar kom je eigenlijk op de hoofdpagina kom je dan uit. Dan kun je kiezen inderdaad naar radio. Of via media kun je nog muziek luisteren. Of inderdaad telefoon. De telefoon kun je dus koppelen met Bluetooth, laat ik zo nog zien. Daarnaast zijn er nog een aantal instellingen die je kunt instellen vanaf de auto. En dan moet je ongeveer denken aan verlichting of comfort, op wat beveiliging instellingen. Maar ook kun je een check laten uitvoeren. Als je op check drukt, dan zie je op het scherm in de auto, dat scherm, zie je dus precies bijvoorbeeld de bandenspanning. En ook wanneer de auto weer voor onderhoud moet en of er eventueel nog een storing in de auto zit. Dat kan dus allemaal via de knop. Nou, wanneer ik dus via het pijltje terug ga of op het huisknopje druk, kom ik weer een pagina weer terug. Hebben we een echte voertuiginstelling gedaan en hier nog de parameters. Daarmee kun je nog wat instellingen kun je dan veranderen. Bijvoorbeeld de weergave, datum, tijd van het systeem, ook de taal. En nog wat andere instellingen betreft audio of Bluetooth. Nou, als we teruggaan kunnen we dus met het pijltje linksboven kunnen we zo weer terug. Hieronder zien we nog bron. Nou, in dit geval zit alleen FM en AM op deze radio. En daarnaast heeft hij dus ook de mogelijkheid nog om via Bluetooth te koppelen met muziek of via de USB. Ik kan dus radiosenders kan ik hiermee opzoeken via de pijltjes. Of ik kan hier gaan kijken naar de lijst met radiosenders die hij momenteel ook gevonden heeft. Nou, wanneer ik een sender op wil slaan, bijvoorbeeld als we in dit geval radio 1 doen. En die wil ik opslaan, ga ik dus helemaal naar rechts naar het symbooltje met de radio en het sterretje erbij. Als ik daarop klik en ik zeg van ik wil hem bijvoorbeeld onder 2, hou ik 2 ingedrukt. En zo staat die radio vast onder je voorkeurszender. Nou, bijvoorbeeld wat nog handig daarbij is dat eigenlijk linksonder, daar kun je nog bij de instellingen, kun je ook nog de lijst updaten. Dus als bijvoorbeeld radiosenders, als je ergens bent en je mist je favoriete radiosender, kun je daar zo een update laten uitvoeren om te kijken of die dan wel erbij staat. Maar ook kan ik hier de verkeersinformatie of de RDS aan of uitzetten en ook nog wat audio-instellingen regelen. En dat is dus alles onder radio. Daarnaast is er ook nog media. Ja, daar kan ik eventueel nog via de muziek kan ik laten streamen erop of via de USB. USB zit dan hier. Of ik kan inderdaad met de telefoon. De telefoon die is dus een icoontje verder. Als we daarop klikken, dan zien we hier dus een Bluetooth verbinding. In dit geval zijn er nog geen apparaat gekoppeld. Maar wil ik een toevoegen, druk ik hier op apparaatbeheer. En dan kan ik hier zeggen van ik wil een apparaat toevoegen. Wanneer ik op toevoegen druk, dan gaat hij dan zoeken. De volgende stap die ik dan kan doen, is het makkelijkste om het via de telefoon te doen. En dan inderdaad naar Bluetooth van je telefoon. En helemaal onderaan in je lijst, dan zie ik een hele grote lijst, maar helemaal onderin je lijst, komt dan Opel Corsa te staan. En die zien we hier. En als ik daarop klik, dan geeft hij een koppelverzoek. Ik druk op koppel. En hier druk ik op ja. En op oké. En dan gaat hij verbinden. En hij is verbonden. Nou, zo kan ik inderdaad handsfree bellen. En dan kan ik heel makkelijk ook via de stuurwielbediening kan ik hiermee opnemen. Of ik kan gewoon via het scherm, als ik dan weer naar de telefoon toe ga, kan ik hier het nummer kan ik hier invoeren. Voicemail kan ik beluisteren. Naar de Bluetooth contacten zal die inderdaad allemaal zo overnemen. Of ik kan nog de instelling van de telefoon ook nog veranderen. En dan zie je ook dat de knop menu media ook erop ligt. Zodat ik ook mijn muziek van de telefoon kan streamen naar het audiosysteem.
Nou, ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg te hebben gegeven over dit systeem. Heb je een vraag, typ hem heel makkelijk hieronder in en we kunnen deze natuurlijk heel snel beantwoorden. Maar vergeet niet op abonnee te worden, dat kan heel makkelijk via de knop die nu in het scherm verschijnt. En zo blijf je elke week op de hoogte wanneer wij een nieuwe video hebben geplaatst. En elke week verschijnt er een nieuwe video op dit kanaal. Volgende week gaan we weer een nieuwe video maken en hopelijk zien we elkaar dan weer. Super bedankt voor het kijken, tot dan!